jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Renske. En vandaag hebben jullie weer wat GTA gameplay. En in de video van vandaag wil ik het nu hebben over de Beach Bum Pack die sinds gisteren te downloaden is op de PlayStation 3 en Xbox 360. En de Beach Bum Pack, dat is een gratis DLC en op zich best een grote DLC. Want er zitten gratis auto's bij, gratis wapens, nog extra game modus en nog veel meer. Dus op zich is het best mooi dat deze DLC gratis te downloaden is. En iedereen kan die dus nou downloaden, mits je internet hebt natuurlijk. En ik laat jullie nou in deze video even alle wapens en alle wagens zien. Dus ik rij eventjes met Michael met zijn F9 volgens mij heet deze auto. Of in ieder geval in het echt is een R8, maar volgens mij heet die F9. Die verruik even naar zijn garage toe, even kijken of ik plek heb. Want die auto's die kun je gewoon gratis bestellen. Die kun je in multiplayer en in singleplayer bestellen. Alleen het probleem is dat in multiplayer mijn garage vol zit, dus ik heb geen plek meer. Dus ga ik even naar singleplayer toe. Met zijn dikke wagen, echt een dikke wagen. Ook speciale lak is dit. Dit is, weet ik veel, steel of zoiets. Of iets in die, met die kleur of zo. IJzerkleur zou ik zo zeggen. Even kijken dan de plek is. Volgens mij is helemaal garage vol. Het zijn 3 auto's die je kunt krijgen. Een busje, een jeep volgens mij en een buggy. En er is inderdaad geen plek meer. Dus ik maak wel even plek. Ik krijg even mijn auto's naar buiten. Zodat er plek is, kan ik even die auto's bestellen. Ik weet eigenlijk niet of als ik ze bestel, dat ik ze dan sowieso gewoon kan overlappen, zeg maar. Dat ik gewoon een auto eruit kan flikkeren. En leuk, dan staat er gewoon echt tegen die muur aan. Jammer, jongen. Zo jammer dat zo'n leuke auto. Ik ga even kijken of ik al iets kan bestellen. We gaan even naar internet, want dat duurt altijd best wel lang. Dus we gaan naar travel en transport. En dan ga je naar deze. En online werkt precies hetzelfde. Je gaat gewoon naar je telefoon toe en je gaat gewoon naar beneden. En als het goed is, zie je daar gewoon die auto staan. En normaal gezien staan ze helemaal bovenaan als je online doet. Dus waarom ze hier niet bovenaan staan, dat weet ik even niet. Even kijken, misschien staan ze hier bij een andere garage. Apart. Oh wacht, natuurlijk. Ik ga even terug, waarschijnlijk staan ze in singleplayer gewoon in een garage bij special of zo. Ik ga even kijken, ik ben benieuwd. We zullen het van eigen zien, ik weet het niet. Alleen dan ben ik nou wel mijn auto kwijt. Derp. Even kijken, nou, even wachten. Dan zie je linksboven Nuxa, zie je dat ik in het speldje staan als die tekst weggaat. Ah, nou, tada. Nou, hier zie je als al bij staan. Dit zijn de auto's. En online werkt het dus, zoals ik net liet zien. Je moet naar die laatste website gaan, naar die auto's. En dan kun je daar gewoon gratis, kun je er eentje bestellen. Dus de auto's is volledig gratis. En dit is een van die auto's, dit is een buggy dus. En hij is best wel vet. Geef toe, hij is gewoon fucking vet eigenlijk. Ik vind het knap dat die Bugatti hier nog steeds staat. Ik denk, die zal wel weggaan. In ieder geval, dit is dus een van de auto's. Dit is denk ik nog wel de vetste. Dit is echt zo'n strandbuggy. En je kunt ze tunen. Ik laat ze alleen in deze video niet zien hoe je ze kunt tunen. Want je kunt echt heel veel eraan tunen. En ik heb zelf nog niet eens gekeken. Dus de eerste keer dat ik het ook zie. Want anders kon ik jullie ook al gelijk vertellen dat ze bij die special stonden natuurlijk. Maar je kunt ze dus tunen. En er zijn zoveel verschillende opties. Dus ik kan er wel allemaal laten zien. Maar dan duurt de video daar 20 minuten lang. En die tijd heb ik gewoon niet. Dus we even wachten dat die tekst weggaat. Zou ik zo naar de overkant kunnen springen? No! Nou, wat jammer. Bij die dan. Ja, dat werkt. In ieder geval, de volgende is dit ding. En mijn poppetje ligt op de grond. Nou, die bestellen we ook. Of bestellen, we hoeven niet eens te bestellen. Hè. Er staat er gratis bij. Nou, dat is dit ding. Nou, waarom je dit ding zou willen hebben, weet ik niet. Dit lijkt echt zo'n... weet je nou? Waarmee je door van die park heen rijdt. Van, nou, hier links zie je de apenkooi, er zit een aap in en heel leuk en zo. En kijk, een heel leuke aap en zo, blablabla. Die is heel interessant. Hij stuurt als een mogol echt gewoon serieus voor geen meter. En dat ligt niet aan mij, geloof me. Dit keer niet. Nou, we gaan gewoon weer terug. Nee, doe die telefoon maar weg. Springen. Lukt dat? Dat lukt niet. Oh, dat kon in GTA 4 wel, hè. Dan kon je aan die muur vastpakken. Is dit hoog? Nee, dat is niet hoog. Ik kan zeggen, joh, dat kan ik zelfs in het echt nog wel. Nou, snel naar de garage weer. De laatste auto. En dan gaan we zo meteen even naar die wapenzaak, die Emanation. En trouwens ook belangrijk om te weten. Er zijn nieuwe deathmatches. Nieuwe parachutesprongen. Voor de rest een nieuwe last team standing. Survivors en gang attacks. Dus die dingen zijn gewoon voor multiplayer. Zijn allemaal nieuwere, ja, meer verschillende varianten. Dus er is meer variatie. En Paradise, wat voor ding is dit? Dit is echt zo'n hippiebusje volgens mij. Even kijken. Nou, het is niet echt een hippiebusje. Nou ja, eigenlijk wel. Voor de kutbus. Hij ziet er niet uit. Nou, ik kan hier verder ook niet meer over zeggen. Kijk, het is een fucking bus. Waarom zou je dit ding willen hebben? Ik zou het niet weten.
Het is wel een beetje in de ja, strandsfeer, zeg maar. Dit is een beach bum pack, dus. Het zou kunnen. Oh, trouwens, er zijn ook nog meer kledingvoorwerpen. Maar ja, wat daar allemaal voor nieuws is, dat weet ik niet. Want ik ken echt al die dingen echt niet uit mijn hoofd. Ik weet ook niet of dat bij de verschillende winkels zijn. Maar als je zat te denken van, nou, ik wil graag, weet ik veel, een nieuw shirt. Dan kun je nou kijken, misschien van die Hawaii shirtjes, weet je wel. Van die overdreven lelijke shirtjes. Maar, dus op zich, ja, de DLC is vrij uitgebreid. Je hebt dus drie verschillende auto's. Je hebt een nieuw pistooltje, je hebt volgens mij een ander wapen, dat is een gebroken fles. En ik zal eventjes kijken waar die emanation zit. Als ik dat kan zien, dat is niet daar. Kijk nou, zo'n godschuwelijk schild, daar heb ik eentje. Tada, daar gaan we even naartoe. Maar in ieder geval, je hebt dus drie verschillende auto's. Of ja, het zijn, ja, is het een auto? Het is een buggy, het is niet echt een auto, vind ik. Maar in ieder geval, dit heb je dus. Vervolgens heb je een pistooltje, je hebt een fles waarmee je kan vechten als het goed is. Verder heb je nieuwe kleding. Volgens mij voor singleplayer en voor multiplayer, dat weet ik niet zeker. En een hoop nieuwe ja, multiplayer maps als het ware eigenlijk. Want team deathmatches die zijn bijvoorbeeld in bepaalde gebieden. En nou zijn er nieuwe gebieden bijvoorbeeld voor je team deathmatches. Want team deathmatch is niet nieuw. Maar er zijn gewoon nieuwe gebieden voor al die dingen. Ook met de survivals zijn er gewoon nieuwe plekken waar je kunt overleven. En ja, die zal ik misschien nog wel in de toekomst een keer laten zien. Maar het is nou 12 uur 's nachts volgens mij. Dus het is gewoon even belangrijk dat ik even snel deze video maak, zodat die morgen online kan komen, want ik moet nog naar school morgen. En wauw, dit ding moet je ook niet scherp meer sturen. Je kunt al zien dat ik al lang niet meer GTA gespeeld heb, joh. Ik kan helemaal niet meer rijden. Dan even naar die emanation. Kan ik hem hier mooi langs de kant zetten. Zo, perfect. Nou, we gaan even kijken of we wapen kunnen vinden. Allemaal dus in singleplayer en multiplayer. Ga aan de kant dan maar, Mongol. Ik sloeg echt dat hoedje eraf, what the fuck. Oké, hallo. Hoe is het met jou? Maar is goed. Waar zijn de wapens, man? What the fuck? Er hangt niks rechts aan de muur. Oh, nou wel. Oh, check die fles. It's a bottle. We pakken sowieso een fles erbij. En pakken dit pistooltje SNS. Maximaal aantal shit. Army tint. Nou, dat is lelijk. Ik zet de max. Zit er al op. Oké. Ja. Waarom zou ik een default clip nemen? Waarom zou ik dat? Nou, dit is lelijk. Kijk die kleur, man. Boeien trouwens, het gaat om het idee. Nou, we gaan even die shit testen. Ben benieuwd. Auto's heeft het uit, dat weet ik. SNS pistol. Nou, ik kan niet echt zeggen dat die werk fantastisch is. Hey, dit is de camera. Hallo. Oh, ik heb politie achter me, dat is niet handig. Waar is mijn fles? Ik kom mensen neerslaan met een fles. Oh, dat ziet er echt uit als een fles. Mooi man, mooie fles heb jij. Juist, kom maar, kom maar. Wie gaat me neersteken? Hallo? Ah, serieus? What the fuck? Ah, dat is wel een beetje jammer dit, jongens. Dat is wel een beetje jammer dit. Oh, is mijn fles ook kapot? Nee, is niet kapot. Nou ja, dat is, of in ieder geval, dat zijn de wapens en de voertuigen. En dat is eigenlijk het enige wat jullie kan laten zien. Want verder rest heb je al die kleding en shit. En ja, dat moet je allemaal zelf maar gewoon uitzoeken. Want ik weet echt niet wat er allemaal nieuw is. En dus nieuwe dingen voor multiplayer. Dus nou, die team deathmatch en survival en al die crap wat ik al verteld had. Dus ja, ik zou zeggen, ga het proberen online. Mocht je nog plek over hebben in je garage online, zou ik zeggen, zet er deze auto bij. En deze wapens, volgens mij, kun je ook gewoon gratis krijgen in multiplayer. Dus dat is op zich wel het leuke eraan. Dat alles gewoon in multiplayer ook te verkrijgen is. Dus dat het niet alleen een singleplayer DLC is, maar ook dus voor multiplayer. En ik weet niet of er ook nog wat leuks te doen is op het strand. Misschien dat er nou wat leuke dingen te doen zijn, ik weet het niet. Dus in ieder geval, dit was de DLC. Ik hoop dat jullie de video een beetje leuk vonden. En het was meer ter informatie voor jullie van, hey jongens, de DLC is te downloaden. Ga hem downloaden als je het nog niet gedaan hebt. En ja, tot de volgende keer. Houdoe. En vergeet trouwens niet te liken. Houdoe.